Pickwick speelde zaterdagavond tegen WKE een na-competitiewedstrijd om promotie naar de topklasse. De wedstrijd werd zaterdagavond al gespeeld omdat FC Groningen zondagmiddag moest voetballen. Zonder de geschorste Jasper Valentijn kwam Pickwick in het wit uitstekend uit de startblokken. Lars van den Berg met de voorzet op de geheel vrijstaande Willem Lanjouw, maar keeper Beukenveld staat in de weg. Pickwick is in het begin van de wedstrijd oppermachtig. Het meeste balbezit is voor de ploeg van trainer Marcel Groninger. Er komt alleen geen doelpunt uit het balbezit, doordat de eindpaas steeds net niet goed genoeg is. Martijn Bosman aan de bal, paast in op de jonge Rosa, hij stuurt Lanjouw weg, maar ook zijn paas is net niet goed genoeg. Willem Lanjouw, hij is al zeker van de topklasse, want hij voetbalt volgend seizoen voor Sportclub Genemuiden. WKE dan, die zitten nog niet in de wedstrijd. Misschien dat er nu verandering in komt. De lange bal wordt gespeeld op Steven de Blok. De Blok schiet ineens op het doel en raakt de lat. Uit een onmogelijke positie weet hij doelman Gijs Koopmans toch te laten schrikken. Het publiek ziet dat WKE sterker wordt. Dennis Loer met de bal naar Robin de Meijer. Hij opent op Jongsma. Anton Jongsma kijkt en ziet de Meijer doorlopen en geeft de bal, maar de Meijer schiet van dichtbij over. De tweede helft begint zoals de eerste helft geëindigd is, met een beter WKE. Hooiveld maakt het hier twee spelers van Pickwick moeilijk en weet de bal voor te krijgen. De Blok met een listig hakje, maar Eleveld stuit op Koopmans. Een goede redding van de doelman. Pickwick komt er in de tweede helft niet meer aan te pas. WKE heeft de regie volledig overgenomen. Jongsma hier met de bal op Hooiveld, maar hij schiet veel te slap in. Het positiespel van Pickwick is bij vlagen best leuk om te zien, maar kansen worden er niet mee gecreëerd. Dennis Loer stoomt op over de rechterzijde, geeft de bal mee aan Hooiveld, die omspeelt Molenaar, maar daar staat weer de uitstekende keeper Koopmans in de weg. Het doelpunt voor WKE hangt in de lucht. En het zal er ook komen als hier Jongsma wordt ingespeeld. Hij wordt door helemaal niemand aangepakt en kan daardoor vrij eenvoudig langs Koopman schieten. Pickwick moet op zoek naar de gelijkmaker. Maar verder dan dit schot van Pieter van der Ven zouden ze niet komen. Pickwick verliest de eerste na-competitiewedstrijd met 1-0. De Stadjers moeten donderdag winnen van Alcides en WKE moet op hemelvaartdag van de Meppelers verliezen. Dan alleen is de topklasse halen nog mogelijk. Maar die is zoals het er nu uitziet ver weg. Ja, ver weg. Maar dat is hij sowieso als je in de play-offs terechtkomt. Maar we hebben ervaringen van vorig jaar dat we in de finale kwamen. Nou, dat hadden we graag willen even na. Dus het kan nog, maar de kans is niet groot. Dat ben ik met je eens. Na deze wedstrijd werden er nog penalties genomen met het oog op een eventuele gelijke stand tussen WKE, Pickwick en Alcides. Die werden eveneens door WKE gewonnen. Zo zou het dus zomaar kunnen zijn dat dit het laatste doelpunt van Willem Lanjouw op de Essenberg was.